En voor de kijkers is dat erg leuk, want morgenavond is er ja, dat klopt, maar het wordt maandag opgenomen. Maandag uit. Een beetje warm voor die te maken. Dat is niet de bedoeling. Ben je van het festival? Ja, we zijn vrijwilligers. Vrijwilligers? Ja. Oh, ja, leuk. Ja. En nou leuk. En wat denk je dat het druk wordt? Ja, het wordt hartstikke druk. Want buiten is het nat en binnen is het droog. Dus iedereen komt naar binnen. Ik ben Bobby, Bobby Ernst. En ja, u staat op het festival. Ja, het Fringe Festival. Namens Festus. En wie bent u? Ik ben Agathe van Dijk en wij spelen dus hier op Fringe voor het zoveelste jaar al, derde jaar dacht ik, namens Festus groep. Oké, en wat doet de groep? Wij doen vanavond Antigif. En dat is een gedeelte uit een avondvullende theaterproductie, zeg maar, van Marian Boyer. Ja, ik ga nu even slapen, mevrouw. Ik weet alles staat er op jouw shirt. Ja, hoe heet jij dan? Google? Edwin. Oh, Edwin. Nou, leuk. En wat brengt jou hier? Ik ben zelf theatermaker. Jezus Christus, nu zie ik het. Talentloos. Ja. Maar je moet wel de hele avond als een soort deurwaarder of een soort uitsmijter moet je hier gaan zitten dan? Nee, een insmijter. Oh, je bent een insmijter? Dat dacht ik al, zeg maar. Ja? Nee, de mensen moeten binnenkomen. En hoe doet u dat dan? Hoe doet u dat dan? Stel dat ik kom zo lang zo. Ja? Zeg, goedemiddag, wat is hier allemaal te doen? Nou, dat heb je ook. Ga hier. Oh, ik ga helemaal kapot. Doe dat toch eens. Oké, hallo. En dan ja, wat doet u dan? Nou, een leuke voorstelling. Leuk, ja. Kom, hier, gaan we kijken. Oké, en wat gaat u nog andere handelingen doen vanavond? Doe je ook kinderfeestjes? Nee, oh, sorry. Nou, dan... Maar is dit stuk niet heel geschikt? Nee, maar ik heb een vervelend neefje en ik denk van ja, ik kan deze goed even uitnodigen. Dus ja. Dat is goed. Nou, we wensen je echt een heel leuke voorstelling. Dankjewel. Ik heb ook nog succes, hè? Ja. Ga nog meer interviewen. Ik ben de hele dag bezig, mevrouw. Mm. Ja. Goed zo. Nou, zit u nou te eten? Kauwgom. Ik dacht, ik wil er bijna, daar moet kauwgom in. Ik heb knoflook gegeten. Ja, dat dacht ik, ja. Dacht je dat? Ja, nee, ik dacht van, jezus, wat een putlucht. Hebben ze daar niet zo'n antigif voor? Nee. Oh, je bent nu boos? Oké. Okay. Ja, we kunnen nog via de keuken doen. Nou, gewoon even in de zaal rijden. Via de keuken kan je gewoon. Ja, dat maakt er niet zo uit. Ja, wat wil je doen? Ja, eventjes kijken naar de voorzet. Ja? Maar je hoort nog niet aan. Nee, dat vind ik niet. Ik zit nu in het Theater de Veste, bij het Fringe Festival. En we gaan nu even kijken wat er allemaal te doen is. Er is een optreden van een beetje jazzy Latin-achtige dame die gaat zingen in de grote zaal. En er is verder een pubquiz achterin. Oh, dat is interessant. Nou, dan gaan we die kant op, hè. Goed, dankjewel. Aardige mensen van de Veste. Helemaal niet bij het festival, joh. We komen gewoon ergens binnen, denk ik. Vandaar ook die sfeer, hè? Vandaar ook die haat. Een hele andere sfeer. U heeft ons nou verkeerd. Dat is helemaal niet het Fringe Festival, zeg maar. Oh, nee, maar ik dacht dat wij komen voor het Fringe Festival, zeg maar. Oh, is dat... Ja. ja, dat is het. Dat is meer het Fringe Festival. Ja, dit is het, ja. Zijn jullie aan het inspelen? Of is dit het? Jullie zijn er nu, dus gaan we gewoon. Ja, wij gaan gewoon. Ik ga zo meteen even lekker zitten. Ja, wat kan ik dan verwachten?
Ja, ik zou gewoon zo weinig mogelijk verwachten. Ja. Bij deze nu al magistrale voorstelling van Rauw. En Menno, zal maar gaan aftrappen. Ja, inderdaad, goedenavond. Wat gezellig druk hier. Ik zit hier hoor. Oh, hallo, ja, sorry. Oh. We zijn steeds rauwer bij Friendship. Jij weet wat ik weet. Zelfs de sterren vervagen, de zon zal niet meer schijnen. Zelfs Satan zal engelen horen zingen. Hij was gestoord om zich te openbaren. Ik weet dat jij weet dat ik weet wat ik weet. Dat ik weet dat ik nu al van je hou. You can still join us, kom er gezellig bij. Dames en heren, dit was het Fringe Festival 2013 in Delft. En zoals je de beelden hebt gezien, het was fantastisch. De zalen zaten helemaal vol. De mensen waren echt geweldig. We zijn ontvangen. Dat wil je niet geloven. Het is echt een festival waar je denkt van, nou, daar ga ik eens een keer naartoe. Daar moet je zeker naartoe gaan, want het is echt leuk. Ook voor de kinderen, ook voor de allerkleinste. En ja, als je een stelletje bent, je oma, je opa, je tantes. Iedereen moet naar het festival komen. Want ja, het regent wel, maar... De organisatie. Zo. Kijk, Bobby, het staat erop. Oké, nou, ik ben... Oh.